We leven in heel roerige tijden. Door het coronavirus is in één klap duidelijk geworden hoe kwetsbaar onze gezondheid is. De gezondheid van onszelf, onze dierbaren, onze omgeving, het land, zelfs de hele wereld. En dat is helemaal nieuw voor ons. Wij zijn niet anders gewend dan dat we hele goede artsen en medicijnen hebben, dat er continu onderzoek wordt gedaan, dat we ons veilig voelen daarin. Maar voor de 20e eeuw is dat eigenlijk altijd zo geweest. Was er een groot besef van hoe fragiel de gezondheid was. In de oudheid, de Griekse oudheid, was men zich hier ook heel erg van bewust van het idee dat zonder gezondheid er eigenlijk geen leven was. Als je niet gezond was, kon je niet genieten van je vrienden, van feesten, van rijkdom, wat dan ook. De gezondheid is de basis van een goed leven. En daardoor ontstond in de oudheid de gewoonte om elkaar bij het begroeten in brieven, maar ook op straat, een goede gezondheid te wensen. Maar ook wanneer er een diner werd gegeven, wanneer er vrienden waren en kennissen en relaties, dan was het heel belangrijk wanneer de wijn geschonken werd om te beginnen met een dronk op de goede gezondheid van de ander. En sindsdien is die gewoonte eigenlijk niet meer weggegaan. Die gewoonte kennen we allemaal nog steeds en is internationaal. Denk bijvoorbeeld aan de toast to your good health of gezondheid of salute, santé, dat zeggen een heleboel Nederlanders nog steeds, of gezondheid. In de 18e eeuw werd met glazen deze dronk uitgebracht. Je kon daar gewoon ieder glas voor nemen dat je maar voor handen had, of iedere drinkbeker. Maar er werden ook hele mooie glazen gemaakt. Bijvoorbeeld hier zien we een groot glas, hier met een slinger in de stam. En dat is echt gemaakt voor een ceremoniële speech, waar dan ook over. Maar zeker is dat de gezondheid het belangrijkste thema was om op te drinken. Je kon ook drinken op de gezondheid van zaken. Dus niet alleen de gezondheid van de ander of een geliefd mens, maar ook op de gezondheid van het vaderland. Salus patriae, de gezondheid, het welvaren van het vaderland. En daarvoor werd hier een glas gemaakt met een schip daarop gegraveerd. Het schip verbeeldde ons vaderland, dus Nederland. En daarboven de spreuk Salus patriae. En dat is natuurlijk geen toeval dat het schip Nederland verbeeldt. Het schip staat voor de regering, maar ook voor de handel over zee, de visserij, de walvisvaart, noem maar op. Nederland heeft natuurlijk altijd veel met schepen te maken gehad. Dus het is niet gek dat het symbool voor Nederland een schip werd. Nu, in deze tijd, zou je verlangen ook naar een glas om op de gezondheid van de hele wereld te drinken. Maar ik denk niet dat het eerder is voorgekomen dat een ziekte zich zo over de hele wereld verspreidde. In vroeger tijden heeft men natuurlijk vaker crises meegemaakt. En dan kon je ook drinken op de hoop op betere tijden. En hier zien we een klein glaasje met daarop een dorpje gegraveerd en daarboven zware wolken. Maar achter die wolken komt wel weer de zon tevoorschijn. En de dronk luidt après l'orage, le beau temps. Dus na regen komt zonneschijn. Laten we hopen dat deze periode snel weer voorbij is.